Hallo, ik ben Marleen en ik sta hier in de Stadsschouwburg in Antwerpen. En hier gaat straks de musical Annie in première. En de hoofdrolspeelster is niemand minder dan mijn collega Pommelien. Pommelien, wij kennen jou natuurlijk als reporter van het Rode Lovertje. Maar vandaag ben jij hier om de hoofdrol te spelen in de musical Annie. Uit hoeveel meisjes ben je gekozen? Uit 250 meisjes. Ben je zenuwachtig voor straks? Dat valt eigenlijk heel goed mee. Ik had verwacht dat ik helemaal ging zijn, maar het valt heel goed mee eigenlijk. Waarover gaat de musical? De musical Annie gaat eigenlijk over een weesmeisje, ja. Annie. En die wordt dan voor de kerstmis uitgenodigd bij meneer Warbucks. Dat ben ik dan. En het klikt eigenlijk wel tussen die twee, omdat die rijke man, dat is eigenlijk ook een wees. Vroeger had hij ook geen ouders als kind. En daarom vinden die twee elkaar. En die rijke man besluit om Annie te adopteren. Je hoort het. De acteurs zijn er klaar voor. Hopelijk het publiek ook. Zing eens een stukje uit het liedje Tomorrow. Tomorrow, I love you tomorrow and always a day away. Tomorrow, I love you tomorrow. You're always a day away, denk ik. Dank u wel. Ja, het was juist. Yes. Ziezo, het publiek is ook opgewarmd. Dus nu, showtime! Ziezo, dit was het Rode Lopertje voor... Zeg, dit is wel mijn tekst, hè? Ik ben hier vandaag de reporter. Ziezo, dit was het Rode Lopertje voor vandaag. Bedankt om te kijken. Dag!